Waarop de heer en de dame plaats hebben genomen, dat rust op een tweetal hele zware, dikke en brede lederen riemen. Dat zijn stroken lederen riemen die zijn op elkaar genaaid. En dat zorgt toch nog voor enige vering voor de heer en de dame, zodat ze toch nog redelijk comfortabel op zo'n rijtuig kunnen zitten. En ik zei het al, vroeger ging men een kort geweek, vervolgens met een soort stokjes daarin, en dat zorgt ervoor als het erop gedroogd is, dat die mooie verkapte achterkant van die gebreide muts zo netjes, wit en strak zichtbaar wordt. Kostuums worden nog altijd ook gekeurd door de Friese kostuumcommissie. Dat is een select gezelschap van gecertificeerde dames, drie in getal, die deze kostuums op hun traditioneelheid en op hun echtheid beoordelen. En bij het voldoen aan alle eisen die er aan zo'n kostuum worden gesteld, je mag alleen maar natuurlijke materialen gebruiken. Nylon kenden wij natuurlijk vroeger niet. Nou, dat kennen we nu wel, maar dat mag je niet tegenkomen. Op welke manier dan ook, in een Fries dameskostuum en ook niet bij een Fries herenkostuum. Daar wordt door de dames die dat kostuum beoordelen heel scherp op gelet. En als er ook maar een kleine afwijking gevonden wordt, dan is het jammer. Maar dan, dan wordt jouw kostuum niet voorzien van een certificaat van echtheid. En dan moet je terug naar de tekentafel en naar de naaitafel. En dan kun je het de volgende gelegenheid opnieuw aanbieden voor een herkeuring. En als het dan aan aanwijzen voldoet, dan krijg je zo'n mooi certificaat erin.
Dat kun je erin naaien met een paar stoten. En dan kun je iedereen laten zien dat jij een kostuum hebt. Zowel jij als je heer dat voldoet aan te rijden. Waarbij wij onder de aandacht kunnen brengen en zeker ook sympathie kunnen verwerven voor die hele typisch mooie Friese cultuur. We hopen dat die poging slaagt, dat is natuurlijk niet zomaar voor elkaar, maar we zijn bezig met de werkgroep en mocht dat werkelijkheid worden, dan komt er misschien geld vrij vanuit de subsidiemogelijkheden die er bij de wereld erfgoedorganisatie, de UNESCO, best beschikbaar zijn, want die worden dan weer overheden gesubsidieerd. En wij hopen dat op die manier gelden. De trotse dierenvader, samen met Ilse Koster, beginnen met dierenwonden, overgekomen naar de uiteraard volgen. En dan verwachten de soldaten, als ze hier weer in de hoofdstraat verschijnen, een daverend applaus van u. En zijn toch weer trots dat ze de reis naar Harlingen vanmiddag hebben aangevangen. En wij hopen uiteraard dat u hebt genoten van een prachtig stuk Friese cultuur. En we wensen u uiteraard op voorhand nog hele fijne feestdagen. Veel hoogtepunten. En straks een optreden van de Leidende Orkest.